Het is 8 uur, zaterdag 2 juli. Welkom bij het Passievooral. We staan hier op en rond het kerkplein op de Nieuwstad, een van de schoonste dorpen in het smalste stukje van Nederland, die de culturele euro-regio is. En in dit schoon dorp met een historie wat teruggeeft tussen het jaar 1242, die de Nieuwstad zijn stadsrechten kreeg, is voor vanavond ons eigen Jeruzalem. Dus wie meer dan 2000 jaar geleden is er hier op de Nieuwstad vanavond ook van alles aan de hand. De helft van de Limburgers weet nog niet wat passie eigenlijk is of worden vergeet. Wie van u hier allenij weten eigenlijk nog wat het passie vooral ons vertelt? Dat uur vertellen wie hier vanavond het pijnlijk verhaal van de laatste oren van het leven van Jezus Christus. Vertel een woord van deze tijd in ons eigen spraak en kort bijgebracht door bekende Limburgse muziekstukken. Op deze bijzonder Nieuwstadse locatie, maar wel met de bekende figuren. Van het laatste avondeten tot aan de kruisiging, zo wie het te lezen is in het evangelie van het Nieuw Testament uit de Bijbel. Vandaag beleven wij samen dit heel verhaal opnieuw. Self-verdeel, vandaag.
Wat zegt ons huid in 2022 nog dat oerwoord passionsvertel? Het vertel wanneer zich opofferen en verlezen. Even oog van redden en vergeven en weer opstaan. Wat een man, der het wie jene andere wit, wie het zich aanvult te liegen. Tegeliger Tiet verspricht Herr Jesus Hop, Sorg für sich en andere en een Nübigen. Maar, so Jesus nu in 2022 hier in der Euregio auch in der Volksoplöp in Gang kunne sette. Auf sich ob nu uter reden mutte sette mit der Opportunismus van de Lü uter Politik. En so sin Botschaft van vergeve wal in het Wegblad of in Selfkant online kumme. Wir gonnet van oven zame sien. Wir laten u hier herkennis maken met de man die het ultieme verhaal van de leefde vertelt. En dan al leefde. Zo krachtig dat miljoenen lui over de ganse wereld door niet over uitgekald komen. En dat is wat het meest gelezen boek op de wereld vertelt. Gods leefde voor de lui is zo groot dat hij zijn zoon Jezus naar de wereld stuurde. Niet om de lui te christen leren, nee, maar om hen te redden. En samen zoeken we Jezus op met hoe hij de nieuwstad inging. Over dich, over was. Du willst fast noch warm, wie Bios is begost. Koester dit alles, dan wilde nicht vor. Dan bleef onze Freundschap, beschliss wie ze wort. Van Freundschap, daar is gij niks op de welt. Die kind ze niet kopen, van never geen geld. Dus maak dich niet druk, wie ons kind het geen kort. We zijn vriend en vriendinnen, de groot kan me wort. Want we drinken met een en we lachen met een. We zingen met een en we janken met een. We doen alles samen, als het eventjes kent. Ja, dat is voor weer vriend voor zien. Wat ze denkt, ik weet wie voor liefde dat ze mij schenkt. Ik geloof wat ze gelooft en ik weet dat ze zegt. Zo heb je soms vriendschap tot immer geweest. Want we drinken met een en we lachen met een. We zingen met een en we janken met een. We doen alles samen als het eventjes kent. Ja, dat is voor weer vreugd voor zich. La 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 la.
verstijt hij een enthousiaste menigte op het kerkplein, ons eigen nieuwe stad Jeruzalem. Nu wij gezien hebben dat Jezus is aangekomen in de stad, hij loopt met zijn leerlingen vanaf de markt hier naar het plein. Zijn volgelingen hopen dat hun meester hier de eer kreeg die hij verdient. Aan ons zal het niet liggen, toch? Met u hier op het plein en hier achter ons het geweldige orkest en het passiekoor. Applaus, heer. Oost-Limburgs passieverhaal geeft vanavond wie volgt. Dat gigantisch kruis hier op het plein zal in de loop van de avond gevuld worden met leeg. Dat doet een hele regio kump. Terwijl Jezus oogt deze kant op kump samen met zijn leerlingen. Dit is Petrus, een van zijn beste vrienden. Hij voelt zich heel verbonden met Jezus, is al 3 jaren een trouwe supporter en volgeling. Maar toch zal er zijn vriend 3 keren afvallen, nog voor het eind van deze avond. En dan hebben we Judas. 3 jaar geleden heeft hij alles opgegeven voor met Jezus op tournee te gaan. Als vriend, maar ook in zijn rol van chatbewaarder, is er misschien ook wel een beetje de tourmanager van deze groep. Nu heeft Judas besloten Jezus te gaan verrooien. Gleek. Leer wel Pontius Pilatus kennen. Hij is de römische burgemeester van het bezet Judea en denkt meer aan zijn eigen voordeel. Hij is een uit de politiek, maar ook een zeer grootse mens, die op iedereen maar afkijkt. Een mens die zijn hen wäsche deed in onschuld. En we treffen ook de moeder van Jezus, Maria. Een bijzondere moeder van een bijzondere zoon. Een engel heeft haar verteld dat haar zoon nog eens een ganz bijzondere rol spielen zou. Ze würde zoon van God dingen hem zeggen. En dat hij voor immer koning van Israël zou zijn. Maar daarna komen ze langzaam drachter dat ze haar kindje verlezen. Het ergste wat een moeder kan gebeuren. Yeah.
zeden vingen, moest er lang nog hebs gezocht. Gewoon wie zijn ja. Hey, maar vriend, waar ben ik volgens jullie? Nou, sommigen jullie die zeggen dat je Johannes de Duiper zit, de patroonheilige van deze prachtige kerk hier.
En anderen zeggen dat je Elia zit. En er zitten ook die zeggen dat je een profeet van vroeger zit. En waar ben ik dan volgens u? Geer. Geer met de Messias. Gelukkig bestuur, mijn vriend. Petrus, du bist de rots. En op de rots zal ik mijn kerk. Mijn kerk zal de zee, zolang het feest wel bestrijden. Petrus, is er nog geen nummer blok? Zit je nou gedicht voor? Wist u verdwaald en gemist? Zal ik wachten voor dit geloof? Wist u zich alleen? Wil de zich goed heen? Kom maar aan, ik steek wie heen. Oh, oh. Steeds zo veel in mijn hoofd druk. Jetzt neem mijn voet en neem mijn druk. Paar minuten stokken hangt en dan zeg ik dat het ik lukt. Wist u zich alleen? Wil de zich goed heen? Kom maar aan, ik steek wie heen. Oh, oh. Wist u zich alleen? Vul de tegen hoe deen, kom maar aan, ik steek wie een. Oh, 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 ja, ik raad, ik wou die een. En ik houd zich op de been. Oh, 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 ja, ik raad, ik wou die een. En ik houd zich op de been. Geet het niet op eigen kracht, weet dan dat ik op dit wacht. Ja, mijn deur zit er open. Is het veel ons aan, wil ze zich alleen. Wil de ding hoe deen, kom maar aan, ik zie wie een. Wil ze zich alleen, wil de ding hoe deen, kom maar aan, ik zie wie een. Kom, zet ik aan mijn toppen, vertel me die verdreed. Ik voel wel in die schoenstond, help je leven leeg. Dat je schrieven vlogen, spie alles van mij roep. Alles wat ze nog vlees is alleen maar stadsbehoed. Vul ze zich alleen, vul de zich goed een. Kom maar aan, ik zie wie een. Ja, 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 vul ze zich alleen. Vul de zich goed een. Kom maar aan, ik zie wie een. Ja, vul ze zich alleen. Vul de zich goed een. Kom maar aan, ik zie wie een. Ja, vul ze zich alleen. Zijn die nou gedichtjes worden, we snoepen verhaal en ik die nieuwsje. Kon ik wachten voor die vloog. Wim zou u willen en kennen. Het gaat aandoen.
De leiders van het volk en de hoge priesters zullen mij doden. Met 3 dagen later zal ik opstaan uit de dood. God zal ik je beschermen. Hij leidt dat echt niet toe. Petrus, zeg dat niet. De ding is alleen aan wat de lui willen. Nee, dan wat God wil. Een cadeau van de Stichting Tiba aan de gemeenschap, zodat we opnieuw aan herinnerd werden dat we het echt samen moeten doen. En toch, we herkennen het misschien allemaal wel eens. Samen met 100 lu, just we hier vanavond en dicht dan toch alleen vullen. Terwijl het kruis langzaam gevuld zal worden met leeg, volgen weer de voetstap van Jezus. Op dit moment op hen gedragen, maar straks zal een bekans hierin laten vallen. Jezus wordt alleen gelaten, gewoon in de steek gelaten. En de laatste uren van zijn leven zullen zijn vriend het laten afweten. In slaap vallen, hun verrooien en hun vriendschap ontkennen. Zo alleen gelaten als dat, kent men als mens in de laatste uren van zijn dood niet zien. Maar leeg is er altijd, dich zoals het alleen zelf moeten kunnen zoeken. En dat doen we hier vanavond ook. Vanavond gaan we samen ervoor zorgen dat dit kruis, het uitgesproken symbool van de lijdensweg die Jezus heeft doorstangen, gevuld wordt met leeg. Het leeg van ons allemaal samen. Mag ik de jonglui van de parochies uit een regio vragen de kierse hier in het nu nog donkel kruis te komen zetten. Kierse die komen van alle kerken en kapelkes uit een regio. Samen brengen ze het leeg. Jezus en zijn vriend treffen de voorbereidingen voor het avondeten. Zijn vriend wusste toen nog niet dat dit hun laatste afspraak voor samen te eten zou geweest zijn. Man kan zeggen, hun laatste avondeten bijeen. Misschien rupt die Person Jesus war jetzt Frage wie euch ob. So eine Heilige, so eine Flapp, eine alternative Weltverbeterer. Na nix ist weniger wahr. Jesus ist bestimmt jene Flapp. Er stellte die Ordnung dort in Frage, der Herr Denger sagt, die in der Lü bestimmt nicht gepasst habe. Er trägt von het Lehrtänge de Bestürs von hem sin Region. Er nimmt sie heuchelos, unehrlich, schwag und feige. Sin Antwort ob sin Tängepartie, hab din Konkurrente geer, bär für die Lü, die dich in Probleme bringe. Lord Liebe, da Antwort sin, statt Feindschaft und Angst. Jesus will da sin, für Lü, die nur für anstorn, die nix habe,
für Lü, die wir in der Gesellschaft von Hü als misslöckt nehmen. Für Lü, wenn er seine Idee denn auch gewirrlich, der Revolutionär. Und dann sage auch noch, weil, wann sie Lü, die mit ihm ins Land rumtrecke, der Herr Gott ist. Das große die, die an der Macht waren, überhaupt nicht zulassen. Unruhs, ein Abstand unter das Volk, darf ihr gar nicht abkommen. Die religiöse Ordnung kann das nicht mehr akzeptieren. Und sie wollen unbedingt in Griepe, bewürdet die Römer Dinge. Peter, dass man einen Mensch doof, als der das ganze Volk untergeht. Der zu hören dort will sehen, wird Jesus auch all, wie er mit seinen Brünn wie jen sit enet Brot brog. Das ist mir lecker. Ich soll sterben für dich. Aber auch da um das Essen, um an mich zu denken. Langsam würde ich jetzt laden. Was doch so beviel, und so wie es sich hört, deile wir einen Blick so and I go down at the door.
dag ophield. Mijn vriend, einde van u zal mij goed leveren aan de machthebbers. Wie mijn geer? Einde van ons? Zeg het mij, ben ik het weer? Ik zal het niet zien. Ga maar doen wat ze van plan wordt, mijn vriendje. Vanaf nu kent het vooral nog maar één kantje op, en de doodlopende weg. Jezus ziet dat een van zijn vrienden halverwege het eten opsteekt en zich verontschuldigt. Judas gaat nog het zaken af te handelen in de stad. Dat is een heel soort manier om te zeggen dat hij een smerig deal heeft gesloten met de leiders van het volk. Als hij hun naar de plek brengt waar ze Jezus vanavond nog kunnen oppakken, dan steekt er een schoon som geld tegenover. Voor het hoort hij. Jezus werd het, maar hij zwicht.
Hij gaat niet de confrontatie aan of schoon het verrood hem toch door zijn ziel moet snijden. 3 jaar vriendschap en trouw, getoes voor een paar mondschloenen geld. Judas heeft zijn plan verdig. Ik zeg hem goeiendag, zo wie gewoonlijk met een poen. Dan kan ze drek zien wat des te mos hebben. Jezus wet het, naar zwieg. Ik zeg op alles jong, de kik smeeg in de ogen, maar ik zit dicht niet stom. Ik ben nu eenmaal dreimer, van dreimer die bestond. Neem ik wie ik ben, met al mijn gebreken. Geen oog met eigen kant, maar dan ergens is dat vuurske dat weer vaak lament. Ik heb ook nog talenten die nemen ze anders kent. Ben ik wie ik ben en al niet te merken. Ben ik wie ik ben en ik ben wat ik kan. De haar nou drink ik rijd. Zien al mijn dreimen, wie door de wind verwijt. Maar kijk ze door het venster, en wat die ogen in mijn hart. En toen zien al mijn dreimen, een weg op de Het Judas, de man, met dem hij al 3 jaar zo intensief rondtrok, verroor. De Bibel zegt daarover niet al te veel. Moet het überhaupt zin of is het omdat hij enttäuscht is? Zoog hij in Jezus de welversprekende voorzitter van een nieuwe partij met nieuwe ideeën? Naar machines. Wil zijn partijprogramma tegen.
die Schläge in het gezicht, ook dat angerbakken nog tegen houden, die hoes en portemonnee openen, weer arm lu en vluchtelingen. Daarmee maakt men zich geen brun. Of wil het gehuur bij je eens get anders. Jezus en zijn vrienden hebben zich ondertussen teruggetrokken in de gracht van Gethsemane. In een ruige plaats, waar Jezus dekker hergeet om ruhe te hebben en te bidden. Heutzutage zullen ze dat in een rückzugsraum nemen. Jezus wil zich voorbereiden op dat wat komen gaat. Is het besloten of is dat onheil nog te drieën? Hij weet dat zijn dood bevoorsteht. Jezus is bang. Hij verwacht niet veel van zijn vrienden, alleen maar dat ze in de laatste uren bij hem willen blijven. Vrun, ik hou het niet meer goed. Het deed me zo'n leid. Zorg dat je hier, zorg dat je wakker bent. Geen het al op in die mond.
en een trom. Met een of twee of met drie. Nee, dan is het. Dat zal ik de vier vragen. Wat jij wil. Dat wat gebeurt. De zeeën terug komen te staan. Zo lang stig van mij blis houten. Mocht de wereld gans vergaan. Als de leefde mij nog standen hield. En mijn leven ook voor dich nog tilt. Hield mij niks. De zon vergoed zou ondergaan en de zeeën terugkomen te staan. Zo lang stig van mij blis houten, mocht de wereld gans vergaan. Als de leefde mij nog standen hield. Nog tilt, hield mij niks of niemand tegen. Mijn zoon, dat is liefde. Ik zou de wereld overgaan, ik zou de hoogste berg verslaan en zich dat voor dich moest doen. Zo die sterren voor dich plekken, reken mij dat dat zou lekken, als ik dat voor dich moest doen. Zo de zeeën gaan verkennen, zo een oorlog overwinnen, als ik dat voor dich moest doen. Laat mij maar voor gek staan, ik zou zelfs nog weer gaan, als ik dat voor dich moest doen. En als eens dien leven niet meer wilt, op den dag dat ste mij ontvilt, zong haar liefde ook geen leven. Mijn zoon, dan sterf ik met dich. Vuur ons twee is het aan de eeuwigheid,
hoe ons leefde, altijd wie er geit. In de hemel, geen problemen, mijn jong, dat is liefde. Petrus, je sleept. Kent ze nog niet eens één uur wakker blijven? Kent geen nog niet eens één uur wakker blijven? Blijf toch wakker, bij om kracht dat ze niet de verkeerde keus maakt. Hier, anderen zullen je misschien in de steek houden, maar ik laat je niet in de steek. Doe ze goed, Petrus. Nog veel dat de morgen er is. Ze heeft al 3 keer gezegd dat ze me gaan niet kent. De man die me gaat uitleveren is hier heel kort in. Zo, vriendje. Hier ben je dus voor gekomen. Zet de bericht geen graag. Het was zo mijn schatten van kinderen. Die oude dansen op de stroom wat de zee. Maar schoon dacht de stad en de winter. En een is wees of de mos buiken of zwiegen of bang zijn of kon op de
alles meneer und sie musste auf der Lust. Er blieb los, er lag aus mir und wir kommen so leer. Nee, doet ze überhaupt? Ik ken hem al niet. Wer moet er nu alleen?
Zeker weten, dat zo bij Jezus hoort. Gisteren zat je nog samen aan buffet. Ik weet niet, ik ken hem eens niet. Ik heb nog eens met hem gedronken. Raad me staan. Raad ik zelf. Houd toch die mond, man. Doe eens alle gang door. Maar, zit je niet bang voor God? Kijk, weer zijn smeerlap. Verre wel zijn straf verdienen. Maar Geer, je hebt toch gaan niks misdaan? Zou het grammig willen denken als je straks koning zit in de hemel? Is er goed nog mijn woord? Nog vandaag. Ze stoel bij mij in de hemel zien. Wat voor een vertel. Wat genomen op basis waarvan? Aber vertellt uns das Stöckske eigentlich mal, warum? Allein die Leute in Verrohr durch sind Brünn. Barbare, verschrecklich, primitiv. Alle Wiele geht es glücklich jetzt angisch. Nur wäre Lü nicht mir unschuldig ingesperrt, sondern in einem ehrlichen Prozess. Und wenn Lü mit den ganz anderen Meinung wird nicht verlangt zu schwiegen. Nur schlute Faust nicht mir auf, für was unbekannt ist, auf was wir eigentlich nicht willen. Wir bei jederin, das hat nötig hat, in den Sieger umgekommen. Ja doch, auf nicht, wie ist das von da? Nur dazu haben wir was gesagt, wurde Jesus nach Pilatus gebracht, um verhört zu werden. Ob du willst oder nicht, das Verhaal lädt dich in den Spiegel kijken. Wem bin ich in dit Verhaal? Bin ich den trouwe Vriend, de Versetzheld, der mit Gevaar für eigen Liebe andere recht redt? Den heilige, die zijn een eigen jas weggeeft voor een landluiper te verwermen. Grenzenloos naast de leefde of toch eigen volk eerst. Blijf ik aan de zeekant, onderteken ik naamloos een petitie en spreek ik mij niet weer uit. Misschien zijn ik Petrus, misschien Pilatus. Of misschien zelfs wel een Judas, als ik in de spiegel kijk. Ja, wem ben ik als ik in de spiegel kijk, terwijl ik mijn hand was?
Aha. Dit is wel. Demon. De bazen van het volk heb ik hier gedaan. Ik heb gehoord dat Geer het volk in opstand wil brengen. En ik heb ook gehoord dat je zegt dat je de beloofde koning zit. Zit Geer de koning van de Joden? Je zegt het zelf. Je bent hem goed geleverd. Er waren allerlei slechte dingen over dat je zag. Waarom zei ze er niks op terug? Bist u de koning van dit volk? Geer, neem ik koning. Maar ik ben even gekomen om over de lude baas te spelen. Maar om hem te deinen. En ik ben gekomen om over de waarheid te vertellen. De waarheid? Wat is dat? Degene die voor de waarheid kiest, daar luistert nog niet meer. De waarheid, wat sticht wat de waarheid is. De waarheid is dat ik de macht heb om mij vrij te laten. Vandaag word ik ene gevangen vrij. Dit hart verscheurde de storm, onwetend is geboren, moest de lange dag weer komen. Wilde Jezus, de man die vlak.
Aber doch ist sicher dein nix verkehrt geworden. Doch Barabbas, ein Schlachtring, eine Mordherr, sogenannte Freiheitsträger. Je hebt een jaar niks geleerd van het verleden. Zo'n wies en modern volk, hier de klein, en dan toch dit, begon je straks niet te vinden. Dus zo'n Judas. Hij komt er nu op dit moment achter dat hij zijn meester heeft aangedaan. En wat te denken van Petrus. Hij heeft zijn vriendschap verspeeld en kan dat niet meer terugkrijgen. Maar denk vooral ook aan Maria. Het ergste wat een moeder kent overkomen. Het gebeurt allemaal voor haar ogen, zonder dat ze een kind troosten, kind vasthouden. Ze is, lezen ze in alle drie, gans machteloos. In het wakker, en ik denk alweer aan dit, het wordt al leeg. Zon komt langzaam door. Ik loop naar de spiegel en herken mezelf niet meer. De vreemde die mij aanstaat is doelloos zonder dich. Heel even wil ik terug naar wie het vulde. Thank you.
Aflopen. Het staat allemaal in de Bijbel. Verhooien, veroordeeld, gekruisigd. Maar het punt is, dit is 2022. En wij willen er nu op dit prachtige kerkplein in het smalste stukje Nederland in de onschuldige aan zijn martelwil werktuig zijn sterven. Alhoewel zorgen we er natuurlijk voor dat zo'n verschrikkelijke, onmenselijke dood schoen boet de beeld werd uitgevoerd. Maar voor wij van u het toch wil huren, zullen we even doorpakken wat er op deze moment met Jezus gebeurt. Laat ons maar zeggen, niet geschikt voor jongkijkers. Een kruisiging begint met het neerleggen van het kruis, waarna het slachtoffer er bovenop wordt uitgestrekt. Met een hamer wieren er ijzeren pinnen van 18 centimeter lang, dwiers door de knuik van de pols gehouden. Dan werden de been opzij gedreerd. En het wordt een pin door alle bieden uitgeslagen, juist achter de Achillessehne. Daarna wordt het kruis weer recht gezet. Daardoor, dat du aan den arm hangt, wordt het immer lastiger om die de brustkas aan te lüchten en luft in die lunge te zoeken. Du fingst aan te ersticken. Als Jesus jetzt tegen de pien in zijn wild doen wil, koos hij zich juist genoeg oprichten om te ormen. Maar dat deed natuurlijk schrecklich pien, omdat zijn wolgewicht op die wasgenagelde wildduide. Op het lest heeft hij geen kracht meer in zijn been en arm om zich hoog te duwen. En zo ging Jezus aan het kruis, gegijzeld en bespot, liegend in eenzaamheid, verlaten door alles en iedereen, zelfs door God, zijn vader. En dan sprak Jezus met zijn laatste oom zijn laatste woord. Vader, mijn leven is in uw gang. Hij buigt zich naar voren en hij stond. Met onder het kruis zijn moeder, wetende dat aan al dat liegen eindelijk een einde is gekomen. Zich even en de lente moet beginnen. Streep door het verleden, de toekomst aan de beurt. De strijd is gestreden, de gebeden zijn verhuurd. Ik keek niet om, ik bleef niet staan. Ik ben klaar. De zon komt op, de dag breekt aan, ik begin van vuur af aan. Ik begin van vuur af aan. MUZIEK
alles over. Ik kijk alleen naar u. Het is niet wie het meer lopen. Het is nog niet te laat. Je lekkerste niet kopen. Dat kun zo op tien paard. Ik kijk niet om. Ik blijf niet staan. Van felge veules. Het is volbracht. Waar zit het nu? Waar zit het een? Jezus doet aan het kruis. Daar was ons een verhaal vol goeie hoe geloof. Dat niet alles zonder zin is. Jezus kalde over een nieuwe wereld. Een wereld waar iedereen recht zou willen doen. Dat schiet wie weg in de wereld om ons heer. Ook hier, vandaag, in ons regio. In de Bibel staat dat Jezus drie dagen na zijn sterven opsteht van het dood en leeft. Dat hij daar is voor ons all samen. Voor iedereen. Overal. Hier en nu. Dood. En Liehe hebben niet het laatste woord. En of je het geluid of niet, dit is hun verhaal dat schuld begint, daar wordt ligt de enge. Dus kees samen vanavond maar wie het geerde wil, dat het pas een verhaal afloopt. Als een verhaal met een hopeloos eng, of als een verhaal met een nieuw begin voor hoop. We'll be right back.
dit verrukkelijke leven, dit hartverscheurende bestaan, omdat ze dus geboren was, ze op een dag weer gaan. Dit verrukkelijke leven, dit hartverscheurende bestaan, omdat ze dus geboren was, ze op een dag weer gaan. Dit verrukkelijke leven, dit hartverscheurende bestaan, omdat ze was geboren, was ze op een dag weer gaan. Dit verrukkelijke leven, dit hartverscheurende bestaan, omdat ze was geboren, was ze op een dag weer gaan. Dit verrukkelijke leven, dit hartverscheurende bestaan, omdat ze was geboren, was ze om een dag weer gaan.
Thank you.